Zal Nederland sociaal zijn of gaat Nederland een sociale woestijn worden? Wat wordt het? Nederland sociaal of de woestijn? Sociaal! Nog een keertje. Sociaal! Ouderwetse vakbondsretoriek op de manifestatie in Eindhoven. De sociale mars is vooral gericht tegen de maatregelen uit het Koenders-akkoord. Wat gaan we dat doen? Actie! Wat gaan we dat doen? Actie! Slob, Rutte, Buma, Pechtold en Sap. Het zijn de grote boeven in de ogen van de FNV-leden. Zij zijn verantwoordelijk voor de aantasting van de ontslagbescherming, de forense tax en de btw-verhoging, vinden de demonstranten. Links stemmen is de oplossing. Dat ga ik doen, Jan. Ja. Dat ga ik zeker doen. Rutte kan niet op uw stem rekenen. Nee, een bommetje in onze stoel. Aan alle kanten leveren wij alles in. Ja? De arbeider, hè. En ook net als D66 en zo, gewoon van de galg ermee. Wie in dit land nog een van die vijf partijen durft te stemmen op het Koendersakkoord, moet naderhand niet zeuren als het anders wordt. Voor de FNV was het eindelijk weer eens een mogelijkheid iets van eensgezindheid te laten zien na het interne geruzie in de vakcentrale. Vandaag laten we zien dat we samen binnen de FNV één vuist maken, maar er valt ook heel veel te knokken. Namelijk voor een sociaal Nederland. En u ziet dat we dat met heel velen doen, dus we gaan er tegenaan. En er wordt weer eens actie geroepen. En in Eindhoven wordt er heel weinig gedemonstreerd. En vandaag laten wij zien met heel velen actie, inderdaad. Actie! Ook in vier andere steden in Nederland werden sociale marsen gehouden. Die in Eindhoven trok 1200 FNV'ers uit Brabant en Limburg. Actie, actie, actie!